Welkom bij deze iPhone tutorial over timers. In deze iPhone tutorial gaan we twee timers in één view neerzetten en die gaan we laten aftellen naar 0. Gaan we eerst nu Xcode opstarten. Maken we een nieuw project aan. Single View Application. Die noem ik Timers. Zorg ervoor dat Use Storyboard en Use Automatic Reference Counting aangevinkt staan. Sla ik hem op mijn desktop. Dan is het project aangemaakt. Het eerste dat ik wil gaan doen is het storyboard in orde maken. Nou, op een storyboard heb ik twee buttons nodig en twee labels. De buttons, daarmee ga ik de timers starten. En in de labels kunnen we zien, zeg maar, hoe ver de timer al teruggeteld is. Dus hier is een button, die slepen we van de library naar mijn view. Die noem ik start timer 1. En die heeft ook een label nodig waarin we gaan aftellen. En die noem ik timer 1. Centreren, dan ziet het er net uit. Dan pakken we een tweede button. Start timer 2. En dan willen we de timer kunnen zien. Dus pakken we een label uit de library en die slepen we. Timer 2. Centreren we ook. Dat ziet er netjes uit. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb uit de library twee buttons gepakt. En die heb ik in mijn view gegooid. Met erboven een label. En het label gaan we dadelijk laten aftellen. Dus als we op start timer 1 klikken, dan gaat timer 1 van 10 naar 0 tellen. In plaats van dat het timer 1 staat. Ja. Dat we meerdere timers hebben in deze view. En ik soms wel 15, 16 timers gebruik in één view, zeg maar. Wil ik niet met 15, 16 outlets werken. Nu ook niet met twee IB outlets. Dus in plaats daarvan ga ik de labels en ga ik targeten op basis van een tag. Dus dan pak ik eerst mijn button. Dan ga ik naar het vierde icoontje. Dus naar beneden scroll kan ik mijn tag meegeven. En die geef ik de waarde 1. Dus tag nummer 1. Voorheen deed ik ook het label dezelfde tag geven. Dus dan kon ik kijken, oké, er is op deze button geklikt. Die button heeft tagwaarde 1. Dus dan pak ik ook het label met waarde 1, tagwaarde 1. Alleen de laatste keer heb ik daar veel problemen mee gehad. Dat mijn app elke keer crashte. Dus dat ga ik nu anders doen. Het label geef ik de tagwaarde van de button plus 20. Dus met andere woorden, mijn button heeft een tagwaarde van 1. Dan geef ik mijn label een tagwaarde van 21. Hier heb ik timer 2. Die geef ik dan een tagwaarde aan de rechterkant van 2. En dan geef ik mijn label. Dan heb ik een tagwaarde van 22. Dit kan ik opslaan. Dus voorlopig zijn we hier klaar. Dan gaan we naar de headerveld toe. Eerst zorgen dat we onze variabelen kwijt doen. Nou, wat wil ik gaan doen? Ik heb dadelijk twee dictionaries nodig. In de eerste dictionary staan de standaardwaarden van de timers die af moeten tellen. Dus het aantal seconden dat elke timer af moet tellen. Dus met andere woorden, als ik op start timer 1 klik, dan gaat hij tellen vanaf 15 seconden. En als ik op start timer 2 klik, gaat hij aftellen vanaf 10 seconden. Dus daar heb ik een dictionary voor nodig. Een tweede dictionary die ik nodig heb, dat is de dictionary waarin de huidige waarde staat. Als mijn timer aan het lopen is, dan moet er ergens worden opgeslagen of het nog 10 seconden gegaan is, of nog 9, of nog 8. Want dat wil ik in mijn label laten zien. Dus ik heb twee dictionaries nodig. Maken we eerst de eerste aan, NS Mutable. Mutable Dictionary. Die noem ik Default Counter. Dictionary
Daarin ga ik de standaard waardes invullen. En ik heb een NS Mutable Dictionary. En daarin zet ik de waardes van de TMS zoals ze nu zijn. Dus dat zijn mijn counted dictionaries. Counted dictionary. En die twee wil ik natuurlijk kunnen gebruiken. Ook in mijn klas. Dus ik maak de properties van. Add property. Non-atomic. Copy. Geen retain deze keer. En dan pak ik NS mutable dictionary. Sterretje. Default. Counted dictionary. Dat is de eerste property. De tweede property. Ook non-atomic. En ook weer een copy. Dan NS mutable dictionary. Sterretje. Counted dictionary. En hierin slaan we daar de secondes op. Dan krijg ik twee warnings. Dat komt omdat ze in mijn klas nog niet gesynthesized zijn. Dus dat gaan we dadelijk oplossen. Maak je daar niet druk om. Wat ik ook nodig heb, zijn twee functies. De eerste functie is een IB action. Dat is op het moment dat er op een button wordt geklikt, noemen we met timing moet in werking worden gezet. En de tweede functie, dat is een functie die ervoor zorgt dat mijn label elke seconde wordt geüpdate. Dus elke keer als een seconde is verstreken, moet het juiste label het juiste aantal secondes laten zien. Laten we die twee functies aanmaken. Het eerste is een IB action, streepje IB action. En die noemen we launch timing. En ik wil graag mijn sender meegestuurd krijgen. Dus dubbele punt ID sender. En mijn tweede functie. Ik hoef geen waarde terug te geven, dus dat is void. En dat wordt change countdown label. Dubbele punt. En ik wil graag mijn timer meekrijgen. NS timer. Timer. Die wil ik meegeven aan die functie. Dus dat is wat we nodig hebben in de headerveld. Dat is klaar zo. Dan pakken we nou de klas zelf. Dan gaan we eerst de synthesizer erin zetten. Dus na add implementation doen we add synthesize. En dan willen we default county dictionary synthesizen. En we willen de normale county dictionary ook synthesizen. Nou, dan kunnen we zien, als we teruggaan naar de header, we slaan hem op, gaan terug naar de header, kunnen we zien dat de warnings hier bij de properties, die zijn weg. We hebben wel een nieuwe warning voor de add implementation. En dat heeft ermee te maken dat de twee functies die we net hebben aangemaakt, nog niet in de klas staan. Dus na view dit load, maken we eerst een nieuwe functie, de IB action aan. En die heet launch timer. Dubbele punt ID sender. Die functie is aangemaakt en die laten we voor nu even leeg. Dat is alleen maar om de foutmelding weg te krijgen. De tweede functie die we hadden was void. En die heette change countdown label. Dubbele punt NS timer timer. Die hebben we nu ook aangemaakt. Laten we ze nu ook eventjes leeg. En dan zien we dat bovenin voor de add implementation de warning weg is gegaan. Alle functies zitten erin. Oké, dan gaan we nu naar view dit load. Haal ik de comment weg. Die hebben we niet nodig. Het eerste wat ik wil gaan doen is de dictionaries aanmaken. Waarin het aantal seconden dat de timers moeten terugtellen, ze staan opgeslagen. Dus wat doe ik? Ik pak de dictionary. En de default. De default counter dictionary is werkjes. NS mutable dictionary allocate. En initialize. Dus nu is mijn mutable dictionary is aangemaakt. Dan gaan we daar nu ook twee waarden in zetten. Dus default counter dictionary. Set value. En laat
laten we de eerste aftellen vanaf 10. En dan voor key. En die key die ga ik gelijk maken aan mijn tag. Dus met andere woorden, ik heb tag 1 voor button 1 en tag 2 voor button 2. Dus voor key 1, dus voor mijn eerste button, hebben we default counter dictionary. Set value. Dan gaan we 15 seconden pakken. Dus 15 voor key. En dat is 2, want de tag van de tweede button is 2. Dat zijn de standaard waardes. Hetzelfde gaan we eigenlijk doen voor de huidige waarden. De timers zijn nog niet gestart, dus het huidige aantal secondes moet gewoon gelijk zijn aan die van de default counter dictionary. Dus dan pakken we de counter dictionary. Dan gaan we eerst zeggen NS mutable dictionary. Allocate. Initialize. Pakken we counter dictionary. Set value 10. Voor key, dat is 10 seconden. Voor key 1, want de tag is gelijk aan de key. Maak maar gelijk aan de key. Dan pakken we ook de counter dictionary set value. Set value 15, want de tweede is 15. Voor key. En dan pakken we key 2. Omdat dat ook de tag is van de tweede button. Dus dit is aangemaakt. Dus nu zijn de dictionaries zijn gevuld. Dan kunnen we kijken wat de standaardwaarden zijn in de default counter dictionary, dus 10 en 15. En we kunnen kijken hoe de huidige timers ervoor staan. Die staan op 10 en 15 seconden, want die zijn nog niet gestart. Dus de view dit load, dat is in orde. Wat we nu gaan doen, is de launch timers in orde maken. Wat we als eerst willen weten, is op welke button is er geklikt? Welke tag hing er aan die button? Dus we maken de button aan. Even een kleine comment. Get button tag. Gaan we eerst een button aanmaken. UI button. En dan pakken we de button die ook in de view zit. UI button sterretje button is UI button sender. Dus we maken de button gelijk aan die van de sender. En dan kunnen we. En een string nodig. In de dictionaries hier hebben we voor de key strings gebruikt. Dus we kunnen met die tag als int kunnen we niks. Dus we moeten een string ervan maken. Dus we pakken NS string. Sterretje. Button tag. Is NS string. String bit format. Is. Wat is standaard, zeg maar, een tag is standaard een int, dus een digit. Dus we pakken string with format, procentteken d, dan pakken we dan button, die hebben we hier aangemaakt, en daar de tag van. Wat we nu hebben gedaan, dus we hebben die button hebben we, gemaakt, zodat we kunnen zien waar die vandaan komt, en we hebben een string gemaakt met de button tag erin, die hier even noemt. Dus je kunt het dadelijk gebruiken. En wat nu belangrijk is om te kijken of de timer al aan het aftellen was. Want als dat zo is, dan willen we de timer stoppen. Dus wat gaan we doen? Comment maken. Cancel timer if button hit for second time. Dus als de knop de tweede keer wordt ingedrukt, moet de timer stoppen. In plaats van dat hij overnieuw begint af te tellen. Pakken we UI label. We gaan nou als eerst ons label targeten. Zeg je countdown label is UI label. Dus pakken we een label uit de view. Self.view. View with tag. We gaan in de view kijken. En dan pakken we de tag. Button.tag en we hadden de labels hadden we een waarde 20 hoger gegeven als die van de button zelf. Dus pakken we de waarde van de button tag en dat doen we plus 20.
daarmee ons label aangemaakt. En dan kunnen we kijken wat de waarde van het label is. Nou, wat we nodig hebben dadelijk is, is het aantal seconden dat erin staat. Als er 8 in staat, dan maken we een int met 8 aan. Dan staat er 12 in, een int met 12. Als er tekst in staat, en we vormen dat om, zeg maar, van een string naar een int, dan wordt dat 0. En dat is handig, want dan kunnen we de timer opnieuw starten. Dus wat we doen is int countdown seconds is countdown label. Pakken we de label en daar de tekst van. En dan zeggen we nee, we willen geen string ervan hebben, maar we willen een int value hebben. Als het aantal seconden in staat, dan krijgen we gewoon het aantal seconden. Staat er tekst in of is het 0, dan wordt het gewoon 0. En nu kunnen we een check doen. If countdown seconds. Groter dan 0. Als die groter is dan 0, dat betekent dus dat er een waarde in heeft gestaan die niet zoals de startwaarde is, tijd weer 1, want dat wordt omgezet aan 0. Of dat het niet afgelopen is, maar er heeft een waarde in gestaan in de vorm van 8 seconden of 12 seconden. En dat betekent dus dat de knop voor de tweede keer is ingedrukt. En dan willen we dus de countdown willen we eigenlijk stopzetten. En wat we dadelijk gaan zien is dat de timer bij 0 automatisch stopt. Dan wordt die afgebroken. Dus wat gaan we nou doen? We gaan in de counter dictionary, waar het aantal seconden wordt bijgehouden, het dictionary, gaan we de value van de timer dus counter dictionary set value ns string with format. En dat moet een string worden. We hebben natuurlijk nu een integer, maar een string worden. En het aantal seconden zitten we op 1. Dat doen we voor key. Dan pakken we de button tag. Kort uitgelegd, wat we gaan doen is in de counter dictionary, waar het aantal seconden is opgeslagen dan het timer er nog af te tellen heeft, zetten we de waarde op 1. Dus om 1 seconde te gaan, dan slaat hij hem uit. En dan voor key, en dan pakken we de button tag van de button waar die aangeklikt is. Dat is eigenlijk alles. Als de waarde van countdown seconds nou gelijk is aan 0, zeg maar. Dus dat is zeg maar op het moment dat hij opnieuw de button wordt aangeklikt, want de standaardwaarde is 0. Dan willen we zeg maar de timer launch timer. NS timer. Schedule timer with interval. Het timeinterval van 1, want we willen elke seconde. Dus de met target zelf, selector, is de functie die zeg maar de timer gaat afhandelen. Add selector. Dat doen we zeg maar met die change countdown label. User info is mijn button tag. Die wil ik graag meenemen. Ik wil weten over welke tag het gaat. Nou, het staat opgeslagen met button tag. Die stuurt mee naar de functie. En repeats. Ja, want ik wil dat hij elke seconde weer een seconde ervan afhaalt. Dus hij moet blijven gaan. Hiermee is mijn launch timer ook compleet, dus die draait. Wat hebben we gedaan? We hebben een button aangemaakt, gekeken wat de tag is, we hebben het label aangemaakt, gekeken hoeveel seconden er in het label staan. Nou, was een seconde groter dan 0, dan is dus de button voor de tweede keer ingedrukt en dan moet zeg maar, de
timer stop worden gezet. Dus dan zetten we in de counter dictionary de value op 1. Want de change countdown label functie die wordt aangeroepen. Die gaat er eentje van afhalen, komt die op 0 uit. Dan wordt de timer stopgezet. En anders dan launchen we een nieuwe timer. Elke seconde. En ik zie een tikfout hier. Hij pakt ervoor de functie change countdown label. Die we hier hebben aangemaakt. En daarmee kunnen we dan zeg maar de afhandeling doen. Nou, wat doen we in countdown label? Dan gaan we eerst het nieuwe aantal seconden berekenen. En dat is dus waarom die hier op 1 moet staan. En niet op 0. Want als ik op 0 sta, dan gaat hij naar min 1. En zet ik hem op 1, dan komt hij uit op 0. En ik ga hier change countdown seconds. Hier, hier ga ik een int maken, countdown seconds. Dan ga ik het aantal seconden opslaan, is. Dan pakken we de counter dictionary. Object for key. Dan krijgen we welk object pakken we? Nou, in die. Pakken we de tijd mee. De key pakken we de tijd mee. User info. En dan int. Oh, daar zie ik niet naartoe. En dan int value. Kijken. We hebben erg een tikfout gemaakt. Countdown. Countdown dictionary. Object for key. Doe het punt. Tijd mee. User info. Even kijken wat er aan de hand is. Het probleem is dat user info met een hoofdletter moet worden geschreven. Dan hebben we hier de. Dus hier hebben we een countdown seconds aangemaakt. We hebben gekeken in de counter dictionary hoeveel seconden en dan moeten worden afgeteld. En dat aantal seconden, countdown seconds, halen we eentje vanaf. Countdown seconds min min. Dus we hebben het aantal countdown seconds. En die willen we eigenlijk nu weer overnieuw opslaan in die counter dictionary. Want die hebben we met eentje verlaagd. Dus wat doen we? We pakken counter dictionary. Dictionary. Counter dictionary, counter dictionary. En daarvan zeggen we set value. Dan moeten we de juiste key pakken. Dat is een NS string. NS string. String with format. Plaatje D. En wat pakken we daarvoor? Een aantal countdown seconds. En we slaan hem altijd op in de counter dictionary als string zijn. En die countdown seconds, daar hebben we net een int van gemaakt. Aan de hand van de int kunnen we gewoon meer doen. Dus moeten we hier de set value wel weer een string ervan maken. En dat willen we hier doen. En voor welke key doen we dat? Dat doen we voor de key timer. User info. En nou hebben we nieuwe waarden gezet in de counter dictionary. Daarmee is dat helemaal geüpdate. Wat we nou willen gaan doen is kijken of de timer moet stoppen of dat hij moet doorgaan. Als hij moet doorgaan, dan veranderen we alleen het label. Als hij moet stoppen, dan veranderen we ook het label. Maar dan stoppen we ook de timer. Zeg maar. Dan zetten we die uit. Wat doen we hier? If. Kijk, timer ended. Comment maken. If countdown seconds is groter of gelijk aan 0, of is kleiner of gelijk aan 0,
principe kan die nooit kleiner zijn dan 0, maar voor de zekerheid. Dan doen we UI, anders zou die oneindig doorlopen. UI label. Stay count down label is, pakken we de UI label. Self.view view with tag timer. User info. Hier een haakje te veel. Dus die halen we eruit. Self.view. Hier hebben we ook een haakje te weinig. Haakje voor nog. Dit moet er zijn. Dus die countdown label, zeg maar. Die halen we nu, zeg maar, op uit de view. Dan gaan we dan een nieuwe waarde zetten. Countdown label.text is, als die gelijk is aan 0, dus dan is de timer afgelopen, dan wil ik daar weer gewoon timer 1 neerzetten. En daarmee is label afgehandeld. Wat we nu willen gaan doen is de cooldown seconds, zeg maar, dus de aantal seconden dat de timer terug moet tellen de volgende keer, weer terugzetten op de standaard waarde. Dus de counter dictionary gaan we aanpassen. Die staat nu op 0 en die moet dan weer terug naar 10 of naar 15, afhankelijk van welke timer het is. Set. Comment maken. Cooldown seconds to default value. Dat weet ik de volgende keer wat we hier hebben gedaan. En een string. Sterretje. Default countdown value. Dus we halen ze eerst op wat dan de standaardwaarde zou moeten zijn uit de default countdown value is default counter dictionary object key en dan pakken we voor de timer user info, want daar is het opgeslagen welke tag het is en de tag is gelijk aan de key, dus die hebben we hiermee opgevangen. En wat gaan we dan weer doen? We gaan in de counter dictionary, dus dat is waar de huidige aantal seconden wordt opgeslagen, gaan we die waarde overnemen. Set value, default counter dictionary, value, dat is hoe we hem hier hebben genoemd, default counter dictionary value, countdown, dat moet het zijn, counter dictionary value, hier ook, default counter dictionary value, voor key, timer user info. Ik heb default counter dictionary value. Kijk wat er aan de hand. Default counter dictionary value. Die waarden zijn niet gelijk. Default. Zorg ervoor dat hier bij die NS-string default counter dictionary value staat. En hier ook set value default counter dictionary value. Dat deze twee gelijk zijn. Ik heb net een tikfout gemaakt. Nou, pas dat wel aan, anders gaat het niet werken. Dus hiermee hebben we, zeg maar, de counter dictionary weer neergezet op de juiste waarde. Waarop die nou moet zijn. Wat we nu gaan doen is de timer cancelen. Cancel timer. Timer invalidate. Hiermee is die in principe uitgeschakeld. Om er helemaal zeker van te zijn dat er niks fout gaat, ga ik ook nog een keer timer op 0 zetten. Dan ben ik 100% zeker dat die leeg is. Het is niet nodig, gewoon voor de zekerheid. Maak een else statement. Als de timer dan niet moet worden gestopt, wat moet er dan gebeuren? Dan gaan we de label change alleen. Change label. Dus dan veranderen we de label. Dus UI label, countdown label, wacht, eerst de label targeten, is UI label, welke moeten we hebben, self.view uit de view, degene view, with tag, degene met de tag, timer user info, want daarin staat de tag op slagende button, int value, en daar moet 20 weer op worden geteld. Want we hebben gezegd dat
die 20 hoger is als de button zelf. En nadat ik dit zeg, zeg maar, zie ik dat we hier bij de UI label ook die 20 seconden zijn vergeten erbij te tellen. Ook die 20 bij de label vergeten erbij te tellen. Hier hebben we gewoon de timer user info gepakt. Dus dat is de tag van de timer button. En dan moet dat plus 20 zijn. En dit moet ook een... Deze moet ook een int value zijn. Int value. Dat is nou een string. Dus hier, deze past hem aan. UI label, countdown label, UI label self.view, view attack, timer, user info. Maak een int value van. Maak een int van en tel de 20 bij op. Dan hebben we de juiste tag te pakken. En dan hebben we hier de countdown label. Die werd aangemaakt. .text. Wat moet daarop komen dan? Daar hebben we een string in zetten. Dus ns string. String with format. Dat is het aantal seconden. Met aantal seconden. Dat is een int. Dat moet dus een string worden. Dus pakken we add. Dat is een teken. D. Dan pakken we de countdown seconds. Kijken wat er fout gaat. Countdown label. Countdown label een hoofdletter en dan moet ik niet met hoofdletter. Zo. Nou is hij gelijk. Nou, we geen fout melden. En nou is een heel stuk script klaar. We hoeven niks meer erbij te scripten. Het enige wat we nou nog moeten doen is de knoppen in mijn view. Dus we gaan naar het storyboard. De buttons in mijn view, die moeten we koppelen, zeg maar, aan die launch timer. Dus dan klik je op een button, hou control ingedrukt, slepen naar view controller. Dan kan ik hier kiezen voor set event launch timer. Dat doe ik ook met deze. Button aanklikken, control gedrukt houden, slepen, view controller, launch timer. That's it. Dan slaan we hem op. En dan kunnen we hem testen. Door op de knop hier te drukken. Start timer 1, doet niks, doet het wel, telt af, dus ik hem nog een keer indruk, dan stopt hij hem, ik kan hem ook laten doorlopen, als hij dan helemaal bij 0 komt, dan reset hij hem ook weer, en start timer 2, idem dito, ik kan ze ook allebei tegelijk aan zetten, als we door elkaar heen cancelen, alles werkt, dat was het voor vandaag.